En dan nu oud-RTL-nieuwslezer Rick Niemann, tegenwoordig werkzaam bij WNL. En om uit te waaien, inspiratie op te doen, vlucht hij met grote regelmaat zijn eigen Amsterdam uit. Langs de Amstel haalt hij mooie herinneringen uit zijn jeugd op. Die Amstel is voor mij... Ik ben hier vrij dicht in de buurt geboren. Ik ben een geboren en getogen Amsterdammer. En als ik zit te werken of ik heb een lange dag gehad en het wil niet... of het zit vast of er moet iets gebeuren... dan kom ik hier om te fietsen, wielrennen, motorrijden, hardlopen, gewoon wandelen. Het is vlak buiten de stad, maar echt 10 minuten lopen... en dan zit je in de drukte van Amsterdam. En dit is, kijk om je heen, dit is landelijke rust. Ik weet dat ik op een gegeven moment bezig was in mijn hoofd om te stoppen bij RTL Nieuws. Ik dacht, hey, ik zit er nu bijna 20 jaar, het wordt tijd. Toen heb ik hier ook veel gemijmerd, veel gelopen, veel... En ik denk dat dat zomaar geholpen kan hebben bij die beslissing om, ga maar eens wat anders doen, joh. Ik heb een tijdje geleden mijn eerste roman geschreven. En dat is heel ander werk dan journalistiek, want daar moet je echt, zit je in je eentje te tikken. En dan zoek je echt naar inspiratie. Alleen ik denk wel dat het zo werkt. Dat als je ergens de hele tijd mee bezig bent in je hoofd, ik denk dat veel mensen dat herkennen als je met een probleem of wat dan ook zit, en je laat het dan even gedwongen los, dan komt het. 'S Nachts, onder de douche, aan de Amstel, in de auto. Even als je je zinnen verzet, dan met een beetje mazzel, dan heb je dat Eureka-moment. Als je een roman schrijft, vragen mensen altijd, is het fictie of is het werkelijkheid? In de roman wordt de ik-figuur langs de Amstel ontmaagd. Die zit na een late koninginnedagavond met een meisje op de fiets. Hij fietst haar naar huis. En in een van die weilanden hier heb ik gesitueerd dat de ik-figuur zijn maagdelijkheid verliest. Maar dat is uiteraard geheel en al fictief. Daar zit geen geintje. Het is fictie. Fictie! Rembrandt kwam hier ook, hè? Was in een periode dat het slecht met hem ging. Toen hij in onmin raakte, toen hij niet meer al die portretten van dikbetalende grachtengordeltypes maakte. En heeft hij hier bijvoorbeeld schitterende pentekeningen en zo gemaakt. Vergelijken ons met niemand natuurlijk, maar als het Rembrandt lukt, ja, dan moet het ons er ook lukken om hier inspiratie te vinden. Hè?